Edward Gaal, zojuist Nederlands kampioen geworden hier in Hoofddorp. Ongelooflijk undercover in het werk gezien. Vertel eventjes hoe dat hij liep. Ja, ik was heel blij met hem. Vooral het eerste stuk liep heel fijn. Ik had alleen, het was jammer, in de tweede piaf was, daar wou ik gaan draaien. En toen gleed er iemand van de glijbaan af, want er is een speeltuintje vlakbij. En daar schrok hij van. En toen kwam ik even een beetje ongelukkig in mijn zadel, zeg maar. Maar goed, daarna ging het eigenlijk heel goed. Maar hij liep eigenlijk heel fijn. Hij had veel afdruk en ik kon hem mooi voor me houden. En ja, het voelde eigenlijk allemaal heel goed aan. Nu zit je ook bij het EK-team. Dat is geen verrassing. Er zijn wel verwachtingen voor jou daar in Herning. Hoe kijk je daar zelf naar? Ja, daar ben ik, moet ik zeggen, eigenlijk niet zo mee bezig. Ik kijk voor wedstrijd naar wedstrijd en ik wil zo goed mogelijk mijn best doen. En ja, hoe we dan eindigen, dat zien we daar wel weer. En zo heb ik het eigenlijk altijd gedaan. Ik heb ook nooit voorspellingen gedaan. Dan voelen we ook eerst maar eens rijden en dan zien we wel eens verder. Nou, dan hou ik je daaraan. Dan moet dat helemaal goed komen in Denemarken. Succes! Dankjewel.